Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze sessie die wordt georganiseerd vanuit GS1 Healthcare. Mijn naam is Maaike Fluijman. Ik ben gevraagd om enigszins controle te houden over dit gezelschap met het feit dat er zowel de presentatie kan komen als inderdaad straks ook ruimte is voor vragen. Maar ja, gezien we de tijd toch al niet meer helemaal aanhouden, zal ik wel proberen in ieder geval een uur aan te houden, maar we lopen al erg uit. Maar ik heb net horen gekregen dat we in ieder geval sowieso ook wel een uur mogen pakken voor deze sessie. Voor degenen die zojuist in de plenaire sessie zijn geweest, hebben we het gehad over natuurlijk de levenscyclus van materialen. En we gaan zo meteen kijken naar van wat betekent dat ten aanzien van materialen in het ziekenhuis. GS1 is natuurlijk al langere tijd bezig geweest met de voorraadbeheer in ziekenhuizen en OK's. Alleen op het moment dat iemand na een geslaagde operatie de OK verlaat, dan blijven er heel veel spullen achter. En in deze sessie gaan we met name ook kijken naar wat er dan kan en gebeurt met die spullen en hoe dat kan bijdragen aan duurzaamheid. Er werd net wel een interessante vraag aan mij gesteld in de plenaire sessie. En dat was inderdaad van iemand die ook heel erg lang al werkzaam is in de ziekenhuizen, werkzaam was in de ziekenhuizen en heel veel weet van de duurzaamheid op de OK's. En die vroegen mij, lopen wij nou achter? Want we hebben net gehoord inderdaad hoe goed allerlei digitale tomaten ervoor zorgen dat we weten waar de tomaten blijven. Maar daarvoor hebben we hier twee zorgkampioenen staan. Zorgkampioenen van de duurzame keten. Hugo Touw en Bas Meijer. Zij gaan ons meenemen in twee sessies om te kijken inderdaad wat deze duurzaamheid en deze circulaire maatschappij of economie betekent in de ziekenhuizen. En volgens mij gaat Bas Meijer van start. De geluid aan, ben ik goed te horen? Ja. Dan ga ik even kijken, kan ik hier staan anders? Ja, anders sta ik precies voor de presentatie. Ja, goedemiddag allemaal, mijn naam is Bas Meijer. Hugo en ik zijn niet bij de plenaire sessie geweest, dus wij lopen misschien wat achter. Er is gezongen, hebben wij begrepen, dus laat ons ook vooral weten wat er al verteld is en wat we hebben gemist. Maar we hebben wel de bedrijfsnamen gezien van waar jullie werken, maar de functies die hebben we niet gezien. Dus wij zijn ook heel benieuwd, ja, wie zit hier in de zaal die direct in de zorg werkt? Oké. Vooral veel handen links, zie ik. Oké. Wie is toeleverancier aan de zorgsector? Nog een aantal? Oké. Ja, in twijfel hand daar. Wie is inkoper? Of heeft een inkopende functie? 3. En wie is verkoper? Ja? Oh ja, ook 3. Oké, 3 om 3. Mooi. Voor ons is het even goed om te weten, want wij gaan het verhaal vertellen vandaag over waar de verduurzaming in de zorgsector staat. En als ik voor mezelf spreek, en Hugo mag dat zo voor zichzelf doen, ik ben niet dagelijks met data bezig. Ik ben wel dagelijks bezig met de verduurzaming van de zorgsector. En het lijkt me ontzettend leuk als we in deze sessie jullie kennis en datablik gebruiken om samen te kijken waar staat de duurzame transitie in de zorgsector en hoe zou data daar een rol in kunnen spelen. Dus ik begin, ik neem jullie mee met een aantal slides. Als er vliegtuigen in beeld komen, dan wil ik dat jullie heel erg in die datablik gaan kijken. Ja, dus als er vliegtuigen komen, dan dat. Jij komt zo meteen. Eerst even, ik werk bij MVO Nederland. En voor de mensen die MVO Nederland niet kennen, dat is een stichting. Wij bestaan al 15 jaar. Er zijn 2000 bedrijven aangesloten bij onze stichting met maar één doel, dat is duurzaamheid. Wij geloven dat er een oude economie is, dat is de fossiele industrie met niet transparante ketens, niet inclusief en niet circulair. Nou, alles wat daar tegenover staat, dat noemen wij de nieuwe economie. We hebben een missie. Je ziet daar in het midden een getal staan van 15,4%. Dat moet ik even uitleggen. Je ziet een aantal vakjes met daarin onder andere groene energie, transparante ketens. Dat is onze vertaling van de SDG's, de goals van de VN. Dus wij hebben ze vertaald in deze 7 vlakken en wij laten ieder jaar doorrekenen hoe ver de Nederlandse economie staat op die vlakken. Dus je ziet ook bij de circulaire economie, we zaten hier rechtsboven 12,9%. Wat geloven wij? Wij geloven dat we om de doelen in 2030 te halen, moet in 2025 dit getal op 20% staan. Wij geloven namelijk dat je de economie de eerste 20% moet aanjagen, onder andere vanuit de overheid. En daarna gaat marktwerking zijn rol spelen. Even heel kort, ik kan ook nog heel lang over praten, maar dit is onze missie. Dit is waar MVO Nederland voor staat. Nogmaals, we hebben geen winstoogmerk. Ons enige doel is publiek-private samenwerking samenbrengen rondom duurzaamheid. Ik sta hier omdat ik manager ben van het zorgnetwerk, maar we hebben verschillende netwerken. Persoonlijk vind dit ook, ik vind dit ook de kracht van MVO Nederland. Wij kijken altijd naar duurzaamheid vanuit verschillende sectoren. Je hoeft nu de kranten maar over open te slaan. Stikstof, remkes, noem maar op. Wij kijken dan vanuit alle sectoren hoe kunnen we daar een bijdrage aan leveren. Zo geloof ik bijvoorbeeld dat de zorgsector boeren zou kunnen helpen omschakelen door anders voedsel in te kopen. Nou, dat is een manier waarop wij cross-sectoraal naar het thema duurzaamheid kijken.
Dit zijn de partners die in het netwerk zorg zitten. Het is langdurige zorg, MSZ, leveranciers, verzekeraars. Het is behoorlijk multidisciplinair. Soms wordt mij wel eens gevraagd, ja, hoe ziet je werkdag er dan uit? Vind ik heel moeilijk om uit te leggen. Ik heb nooit echt een werkdag die hetzelfde is. Maar kan wel met een plaatje ongeveer aangeven bij welke bedrijven ik over de vloer kom. Eigenlijk wat ik belangrijk vind, we zijn een ondernemersclub. Dus wij zijn er voor de ondernemers die willen ondernemen in de duurzame economie. Rechtsbovenin staat Monique. Monique werkt bij CleanLease. En CleanLease is een bedrijf die zich helemaal specialiseert in het hergebruiken van OK-textiel. Wat je vaak nog ziet gebeuren is dat er de lineaire economie wordt gevolgd. We kopen iets in uit Azië, we gebruiken het, we verbranden het. Het is goedkoop, het is veilig, het is snel en ondertussen hebben we al wel het zesde IPCC-rapport gezien. Dus wij geloven dat dat geen duurzame manier van ondernemen is. Maar dit soort bedrijven die helpen ons om OK-textiel te hergebruiken. Waarmee we ook nog eens minder afhankelijk worden van andere landen bijvoorbeeld. Maar om het voor Monique makkelijk te maken, is het voor haar belangrijk dat er wel met echte prijzen wordt gerekend. Want het zou kunnen dat haar jas wel wat duurder is dan de goedkope disposable jas. Dus dat betekent dat er niet een gelijk speelveld is voor haar. Ze kan niet concurreren bij het ziekenhuis. Dat betekent dat ik soms naar Den Haag moet om te pleiten voor andere regels. Een van de dingen die we onlangs hebben uitgezocht, dat is meteen een spoiler alert, want het kon niet. Maar om even te laten weten hoe het dan gaat, dan denken wij na over kunnen we een btw-verlaging afdingen op herbruikbare materialen. Want daarmee wordt het gat naar de circulaire economie kleiner. Nou, ik zie een aantal mensen knikken. Wij vonden dat een goed idee. Het is helaas nog niet gelukt. Waarschijnlijk moet je daarvoor naar Brussel. Maar om even aan te geven hoe wij denken, hoe wij het speelveld voor die ondernemers proberen te creëren. Uiteraard, de zorgverzekeraars spelen daar ook een hele belangrijke rol in. Ja, en de Radboud UMC spreekt voor zich. Hugo is er vandaag ook. Wij zijn continu met elkaar in contact. Waar kunnen dingen duurzamer? Welke dingen ziet Hugo op de werkvloer die eigenlijk heel vreemd zijn, waar we een oplossing voor zouden moeten vinden? Hugo heeft een hele andere baan dan ik. En hij geeft bij mij aan, joh, dit is zo raar, hier zou iets mee moeten gebeuren. Bas, ga met MVO-netwerk aan de slag. Dus dit is ongeveer hoe mijn werkveld eruit ziet. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Even kort. Wie van jullie kent het woord eiwittransitie? Ja. Een paar. Eiwittransitie betekent eigenlijk niets anders. Dit gaat over voeding trouwens, het gaat even iets anders. We zijn een beetje na de oorlog, hier ziet het hier na 1950, zijn we echt onder andere door onze welvaart veel meer vlees gaan eten. Nou, zoals de meeste mensen wel weten, zit daar een behoorlijk vervuilende industrie achter. Dus hoe meer vlees we eten, hoe meer vervuilend we bezig zijn. Feitelijk willen we dus, ook als zorginstellingen, minder vlees inkopen. Het is eigenlijk niet meer heel erg goed uit te leggen dat er kroketten en frikandellen in het restaurant liggen. Los van het feit dat het niet gezond voor je is, en ik vind het heel lekker, zit daar een hele vervuilende industrie achter. Maar waar komen nou inkopers en leveranciers samen om over dit onderwerp te praten? Want vaak gaat het over assortiment, over prijs, over afwisseling in het assortiment, maar zelden over hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat het inkoopcontract minder vervuilend wordt. Nou, wat je hier bijvoorbeeld ziet, dit is een cateraar, dit is iemand van het ziekenhuis. En die zijn samen aan het nadenken, hoe kunnen we nou in ons eerstvolgende inkoopcontract wel nog steeds lekker eten inkopen, maar dat het iets minder vervuilend is dan hoe het nu gaat. Dus dit is het werk wat ik doe. Je ziet helemaal rechtsbovenin een totaal ander onderwerp. Je ziet er een luier. Misschien voor sommige mensen die opgroeiende kinderen hebben of hebben gehad. Luiers, daar kunnen er ongelooflijk veel van doorheen gaan. Dat is ook echt zo'n voorbeeld van de lineaire economie. Je gebruikt het en het wordt weggegooid. In de zorgsector is dit ik ga het woord vervuiler noemen, is dit een enorme grote vervuiler. Ik denk dat het ongeveer voor 50% van de afvalberg zorgt in de langdurige zorg. Dus hier moet ook een slimme oplossing voor worden gevonden. En sommige partijen zijn al bezig om te kijken of er een slimme luier ontwikkeld kan worden. Maar misschien komt die zo meteen nog terug. Maar zo zie je, het kan over voeding gaan, het kan over textiel gaan. Overal waar inkoop en leverancier samenkomen voor duurzaamheid, daar werken wij in. Als je die 7% dan in de grootste categorieën opbreekt, dan gaat het grootste gedeelte om in vastgoed, energiemanagement, slecht geïsoleerd vastgoed. 22% zit in onze reisbewegingen, ook daar misschien even een interessante koppeling naar data straks. We blijven toch patiënten live willen zien, patiënten blijven toch naar het ziekenhuis reizen, maar ook het personeel. En 18% van de CO2-uitstoot komt voort, het zit achter de medicijnproductie. Deze laat ik even zien, want hier gaan we het zo meteen wat meer over hebben. Van al die dingen die ik jullie net liet zien, dat zijn misschien de wat minder zichtbare onderdelen. Maar afval is echt een enorm zichtbaar onderdeel in de zorgsector. Als er iets is waar zorgprofessionals zich in meer en meer mate aan ergeren, dan is het die enorme hoop afval. Ja, mijn naam is Hugo Touw.
Ik ben een van de intensivisten in het Radboud Ziekenhuis. En zo zag ik eruit toen ik vorige week naar de kapper ging. En ja, Maria is een van de eerste mensen die ik tegenkwam op dat duurzaamheidspad. Want eigenlijk net als Bas, die vertelde die 7%, als je dat voelt. Terwijl je denkt iets heel goeds te doen in het ziekenhuis, dan is dat confronterend. En wij zijn er nu met een wetenschappelijk onderzoek in die afvalberg gedoken. Waarin we met een life cycle assessment proberen de footprint van die 500 artikelen die tot deze afvalberg zorgden voor een hartoperatie, ja, hoe die footprint tot stand komt. Dus dat zal ik meenemen in dit verhaal. En nou ja, dat ziet er dus onder andere zo uit. Tim is de hoofdonderzoeker bij ons en Egit is geneeskundestudent in Maastricht, maar die kwam voor het duurzaamheidsproject bij ons naar het Radboud om dit uit te zoeken. We hebben dus al van al die 500 producten de producenten geprobeerd te benaderen, die gegevens te achterhalen. En daar zit gewoon nog heel veel werk in. En ja, we moeten eigenlijk met z'n allen, denk ik, die data aanleveren, zodat we kunnen verduurzamen. Nu hebben we het als een soort van detective moeten achterhalen vaak. En dan blijkt dat als je de hele zorgproces zou verduurzamen, dat je dan 50% van de CO2-reductie kan bewerkstelligen. Maar dan moet je dus alle buisjes die bij zo'n hart-longmachine zitten gaan hergebruiken. Dus dat is een grote uitdaging. En de vervoersbewegingen was bij ons ook zo'n hele grote groep. Dus al die OK, het personeel van zo'n OK vormt een heel groot onderdeel van de footprint, los van dit afval. Dus dat is ook nog steeds altijd een goede om uit te zoomen en te realiseren wat er allemaal nog meer aan de grondslag is. En ja, wat mij raakt als dokter is dat de klimaatcrisis en de gezondheidscrisis met elkaar verbonden zijn. Hè? Want op het moment dat wij milieu-onvriendelijke zorg leveren, zorgen we eigenlijk dat de toekomstige generaties weer onze patiënten zullen worden. En meer honger, meer ondervoeding, meer infectieziekten, maar ook meer hart- en vaatziekten. Nou ja, de onrust op de wereld is jullie ook niet ontgaan en het geeft ook veel mentale stress. Dus de Lancet, het belangrijkste medisch tijdschrift, heeft die klimaatcrisis ook als grootste bedreiging bestempeld voor onze volksgezondheid. Dus ja, als we het al niet voor het milieu zouden doen, dan zou het in ieder geval moeten doen om de patiënten van de toekomst te voorkomen. En wat wel een mooi bruggetje is, dat als je dan kijkt naar naar de planeet, dan is er een safe operating space. Dus dat spreekt ook altijd wel tot verbeelding bij operateurs. En daar moeten we eigenlijk binnen blijven om ja, op een sustainable manier de toekomst in te gaan. En binnen een aantal assen schieten we daar flink buiten de pas. Klimaatverandering is niet eens de grootste. Maar wel bijvoorbeeld novel entities, en daar zit plastic en medicijnen in het milieu in. Los van biodiversiteitsverlies en landverbruik en stikstof en fosfor wat we uitscheiden. Dus ja, als je wil verduurzamen, als je naar die circulaire economie gaat, dan moet je eigenlijk naar een oplossing zoeken die op al die assen naar binnen beweegt. En dat je in die safe operating space je begeeft. Keith Rayward is een econoom. Ik dacht, ja, ik ga toch vanuit het ziekenhuis een beetje meer jullie kant op, voor mijn gevoel, met deze dia. En zij zegt ook van ja, we moeten naar een nieuw economisch systeem waar we aan de ene kant, aan de binnenkant van haar donut economy, sociale basis creëren, armoede bestrijden, iedereen goed eten. En aan de bovenkant moeten we niet door die klimaatgrenzen heen knallen, zoals ik op de vorige dia ook liet zien. En ja, wat gaat er in mijn ogen mis? Dat we in de gezondheidszorg heel veel zorg moeten verlenen, omdat we steeds ongezonder gaan leven. Dus we consumeren de verkeerde dingen. Bas haalde het al even aan met vlees, maar ook ja, alle andere bewerkte voedsel. Wat we ons toenemen, zorg voor ongezondheid, waar dan weer een behandeling op moest staan. Tijdens de COVID-crisis stond ik op de IC en ik zag al die patiënten op ons afkomen. En ik dacht, ja, we kunnen niet blijven doen wat we deden. We moeten het echt bij de bron proberen op te lossen. En die problemen worden alleen maar groter. Dus
Ja, we moeten veel veranderen onder druk dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Die zorguitgaven die gaan heel erg toenemen. Dat ziet er dan zo uit. Het gaat naar 290 miljard en dat is bijna 20% van het geld dat we in Nederland verdienen. Dat vind ik onvoorstelbare hoeveelheden. Maar het grootste deel komt door technologische innovatie. Dus de vergrijzing, dat is dat lichtgrijze of lichtroze driehoekje, dat neemt maar een klein beetje toe. En de rest van de toegenomen zorguitgaven zit in technologische innovatie. En los van het personeelstekort, wat we natuurlijk ook overal hebben, zullen we echt het anders moeten doen. Dus ik geloof in preventie en in het verduurzamen van zorg. Maar ja, hoe gaan we dat dan doen? En daar hebben we ook jullie hulp bij nodig. Dankjewel. Mijn microfoon staat weer aan. Top. Je hebt een groep mensen in de zorg die voelt dit heel erg. Dat zijn vaak jonge mensen die vinden dit. Die gaat het ontzettend aan en die willen ook echt die willen gewoon bij een duurzaam bedrijf werken. Die doen het thuis ook, afval scheiden. Die groep die zie je vaak verzameld in green teams. Die zoeken elkaar op en er zit echt superveel energie. Maar wat we nodig hebben is dat bestuurders dit ook gaan inzien. En daar merk ik vanuit MVO Nederland dat er echt nog wel een wereld te winnen is. Als je bij, even vergeef me, maar als je, niet bij het Radboud trouwens, maar als je bij een gemiddeld zorgbestuur aankomt met het thema duurzaamheid, is niemand erop tegen, hè, want wie is erop tegen op duurzaamheid? Maar willen we ervoor gaan betalen? Willen we mensen beschikbaar stellen? Mag er ook iemand in de board zitten die functie heeft? Nou, dan wordt het heel stil, merk ik vaak. Maar als je kijkt naar wat er gebeurt in de wereld, dan kun je afvragen of je het, als je het niet vanuit duurzaamheid zou doen, hè, circulaire economie, of er inmiddels niet veel meer andere aanleidingen zijn om hier serieus over na te denken, ook vanuit bestuur. Nou goed, het middelste plaatje, daar begin ik even. COVID. Tijdens de COVID-periode is er ongelooflijk veel gebeurd. Ten eerste rechts onderin in de ziekenhuissector, of überhaupt overal in de zorgsector, zag je dat omdat men zo bang was voor die besmettingen, dat afval ook op een andere manier verzameld moest worden. En dat afval moest allemaal op aparte plekken, in de gang, meters hoog. Diederik Gommers heeft wel eens gezegd dat er per IC-patiënt per dag 7 vuilniszakken aan vuilnis kwam. Dus iedereen in het ziekenhuis zag het ook ineens. Van jongens, waar zijn we mee bezig eigenlijk? Dus het werd veel zichtbaarder. Nou, een ander iets wat we hebben gemerkt, en dat zien we allemaal, grondstoffen, gas, de geopolitieke ontwikkelingen. Je bent van zoveel zaken niet meer zeker op dit moment. Dat je dus ook kan zeggen, inmiddels, door niet aan circulariteit te werken, zou je zelfs duurder uit kunnen zijn in de toekomst. We zien het met de hele energietransitie. De partijen die zich niet op tijd hebben verduurzaamd, of dat misschien niet konden, ik bedoel, dat wil ik even in het midden laten, maar die lopen nu tegen enorme rekeningen aan. Dus eigenlijk zou het thema duurzaamheid ook veel meer op het bordje van de CFO moeten liggen, wat mij betreft. Nou, niet alleen vanwege geld, maar ook vanwege leveringszekerheid. Als je hem heel ver doortrekt, zou je kunnen stellen dat onze patiëntenzorg in Nederland in gevaar komt op het moment dat we dit soort taferelen te vaak gaan meemaken. Want wat als we straks geen infusen en spuiten en schorten meer hebben? Hoe kunnen we dan nog goede zorg gaan leveren? En het is een reëel risico aan het worden. De laatste is linksbovenin. Wat ik in ieder geval merk, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar jonge mensen rond de 20, 25 afstudeerders, die gaan volgens mij hartstikke aan op het thema duurzaamheid, circulariteit. Die willen daar onderzoek naar doen. Die willen ook graag werken bij een organisatie die zich daarvoor inzet. Dus in een oververhitte, superkrappe personeelsmarkt kan het ook nog eens een extra HR-strategie zijn. Wat ik in ieder geval zie bij MVO Nederland, is dat toch nog relatief veel organisaties, misschien wel enkele bestuurders, maar dat kun je afvragen in andere lagen van de organisatie, of men zich voldoende realiseert dat we dus eigenlijk onbewust onbekwaam zijn met hoe we met spullen omgaan. En wat je ziet is dat er een groeiende groep zich wel bewust onbekwamer wordt op dit moment. Van goh, we moeten eigenlijk wel iets doen, want op deze manier kan het niet meer. Maar hoe maak je dan vervolgens die stap? En dat zie je eigenlijk bij alle ontwikkelingen. Als je een vergelijking trekt met bijvoorbeeld de bouw en veiligheid in de bouw. Heel lang geleden werd er onveilig gebouwd. Door een aantal ongelukken kon men erachter, eigenlijk kan het dus op deze manier niet. Dan word je dus bewust onbekwaam. En dan schuif je eigenlijk op in dat model totdat je op een gegeven moment onbewust bekwaam is. Want een helm opdoen en veiligheidsschoenen is normaal, dat hoort gewoon bij je werk. Ik hoop dat we dat ooit ook gaan bereiken met duurzaamheid. Wat ik heel fijn vind, en ik noemde het net al, er is een beweging gestart in de zorg die echt niet meer te stoppen is. Dit is de Green Deal, die is begonnen in 2018 onder leiding van VWS. Nou, toen nog 132 partijen, inmiddels 300 partijen. En vandaag op 6 oktober,
Nee, hij werd niet gepresenteerd, zag ik net. Er is in ieder geval congres vandaag. En over een maand wordt de nieuwe Green Deal 3.0 wordt gepresenteerd. Met nog meer partijen, met nog meer doelen, nog concreter. Dus deze beweging, deze golven, die zijn echt niet meer te stoppen. Dus dat is het positieve nieuws, vind ik. Waar we het vandaag over hebben, en een aantal van jullie zal dit plaatje al kennen. Simpeler dan dit wordt het feitelijk niet. Maar dit is waar het over gaat, grondstoffenbehoud. Wie kent deze, de R-ladder? Van Jacqueline Kramer, maar dan iets anders weergeven. Ik zie één iemand knikken. Wie kent hem niet? Oké. Laten we het de wet van waardebehoud noemen. Wat je nu vaak ziet gebeuren is dat iets wordt gemaakt langs deze lijn. En het wordt ingekocht en het komt bij de medewerker uit. Die gebruikt het. En vervolgens gaat het eigenlijk via die rode lijn zo de verbrandingsoven in. Dat is hoe ongelooflijk veel producten nu nog door ons zorgsysteem heen gaan. Dat is wat wij de lineaire economie noemen. En dit model geeft je een mogelijkheid om langs een circulaire economie te denken. Dus soms zit dat al bijvoorbeeld hier aan de voorkant, aan redesign. Dus dat je iets überhaupt wel anders ontwikkelt. Wat nu heel populair is, een populaire gedachte in de zorgsector, is de meest duurzame zorg is dus de zorg die niet geleverd is. En zorg die je niet hoeft te leveren, daar heb je dus ook geen spullen voor nodig. En dat zit allemaal bij refuse. En wat mij vaak nog opvalt, en daar proberen we ondernemers bij NVO Nederland ook mee te helpen, is dat iemand heel trots vertelt over hoe hij een gerecycled product op de markt heeft gebracht. Of hoe recycling de oplossing zou zijn voor onze problemen. Maar dat is feitelijk oude economie gedacht. Want dan ga je dus vanaf deze kant de andere kant op denken. Waar je in feite mee moet beginnen is dat je hier aan de voorkant zit. Hoe kan ik nou iets ontwikkelen waardoor we überhaupt minder spullen nodig hebben? Wat ik merk is dat het businessmodel daar niet altijd zit. Want hoeveel bedrijven verdienen aan minder? Ik ken er niet heel veel. Maar dat is feitelijk wel de transitie die we moeten maken. En dat betekent dus ook dat we andere inkoopcontracten nodig hebben. En dat betekent ook dat we inkopers op moeten leiden. En we hebben dus zoveel partijen nodig om deze gedachte erin te krijgen. Zodat we niet straks denken, oh het is gerecycled, dus we zijn duurzaam. Nee, dat is echt oude economie gedacht. Er komt steeds meer goed onderzoek uit in de zorgsector. Ik ga niet alles langs, want dat is veel te veel. Maar Hugo, jij had van de week een artikel in vorige week in Zorgvisie over koffiekopjes. Ja. Die vond ik ongelooflijk grappig. Misschien kennen jullie het wel. Je staat bij het koffiezetapparaat, mensen pakken een mok, de ander een beker. Wat is nou duurzamer? Heel herkenbaar en logisch. Terwijl feitelijk wat er in dat koffiekopje zit, is veel vervuilender. Koffie is een veel vervuilendere industrie dan dat bekertje. En als het ook nog eens cappuccino is, sowieso mensen, alles wat uit een koe komt is altijd keer tig vervuilender. Dus als er ook nog eens melk in zit, dan is die 14 keer zo vervuilend. Dus in plaats van over dat kopje te hebben, kun je het beter over die koffie hebben. En misschien ook wel de melk die in de koffie zit. Daar heeft Gupta een heel goed onderzoek naar gedaan, in opdracht van VGZ. Dit plaatje is echt een paar maanden oud, dus echt heel actueel. En die laten dus heel mooi zien over hoe je over verschillende pijlers, CO2-uitstoot, circulariteit, nou jullie kunnen het lezen. Als je dus ergens wil beginnen, waar je dus de meeste impact kan maken. Zo zie je bijvoorbeeld dat langdurige zorg, zeg maar even oudere zorg, hè, circulariteit, daar zit een behoorlijk grote bol. Of bij apotheken, nou, die hebben dus op het gebied van medicijnresten een ongelooflijk grote invloed. Dus laat die dan alsjeblieft niet te veel blijven hangen op het punt van, ik zeg het even gechargeerd, zonnepanelen. Maar laat ze nou serieus naar die inkoopketen gaan kijken. En hoe je dat duurzamer kan doen. Soms zeggen mensen wel eens, ja, jullie praten zoveel en we hebben zin in actie. Die actie die is gewoon beschikbaar. Ik had dit weekend nog contact met Gommers. Gommers heeft een onderzoek gedaan. Ik kom zo meteen even terug op het andere plaatje. Dit is een studie van Metabolics op de IC van het Erasmus. En bij het Erasmus hebben ze gevraagd, neem nou eens, eigenlijk wat Hugo ook heeft gedaan, neem nou eens al die producten onder de loep die bij ons in de vuilniszak zitten. En vertel ons nou eens wat daar de milieudruk van is. Dan zie je ook meteen, dat vind ik altijd leuk om te zien, het gaat dus niet alleen over kilo's en CO2, maar ze gebruiken ook landgebruik en watergebruik zit er ook bij. Dus je hebt het niet over CO2 of footprint, je hebt het over milieu-impact. En waarom kom ik nou net, want ik had net een plaatje, maar het ging om die handschoen, die zal ik zo meteen nog even laten zien. In het Erasmus vinden ze het dus ongelooflijk storend inmiddels, dat die handschoen zo'n enorme waterdruk. Kunnen jullie het een beetje zien? Het is, nou, hier staan dan de handschoenen. En dan ga je daar naar gewicht. Dan zie je bij carbon footprint is die nog redelijk hoog. Bij landgebruik valt het mee, maar bij watergebruik is de handschoen enorm. Dus dat is de milieu-impact achter een handschoen. Het is niet alleen de productie die storend is, maar ik weet niet of jullie, ja, jij kent dat beter, Hugo. Die pakjes waar ze soms in zitten, daar pak je er makkelijk te veel van. Hè? Dus die dingen vallen dan op de grond en die kan je dan feitelijk al niet meer gebruiken.
denk ik. Hè? Die mag... Dus dat is alweer afval. Dat is de hele productieketen doorgaan, is niet eens gebruikt, gaat zo de verbrandingsoven in. Dus hij zit op verschillende lagen van de R-ladder, moet je wat met die handschoen doen. Nou, dat is het volgende project waar we ons bij MVO Nederland mee over druk gaan maken. Ik hoop natuurlijk dat dat ergens ook, dat alle zaken worden opgepakt op de IC. Maar als mensen zeggen, we praten te veel, er is te weinig actie, handschoen, kan morgen worden opgepakt. Als we die duurzamer maken, dan maken we echt impact. Dat was hem voor mijn gedeelte. Ja. Zal ik hem overnemen? De isolatie als ze viel al even en lifecycle assessments. Dus als je deze, als ik als zorgverlener op zoek ga naar de meest duurzame jas, dan moet je dus beginnen met het uit te zoeken, omdat het eigenlijk niet aangeleverd wordt wat die footprint is. En ik denk dat we daar naartoe zouden moeten. En wat mij dus heel erg opviel, is dat zelfs op de as watergebruik de wasbare jas beter scoort. Dus het vraagt meer water om zo'n disposable jas te produceren in China dan dat het kost om die jas te wassen. Dus eigenlijk op alle milieuassen is die isolatiejas die je wast beter. En die hebben we dus ook ingevoerd, onder andere in het Radboud. En daar maken we dan een best practice voor alle andere IC's om het makkelijker te maken. Maar bij heel veel van dit soort problemen is het toch onduidelijk of nou de disposable of de reusable beter is voor het milieu. En ik denk dat we daar vanuit inkoop of vanuit structuur met data veel winst kunnen behalen. Dit is een ander voorbeeld. Het is een soort van luxe lepel waar ik als anesthesioloog kan kijken waar de stembanden zitten om een patiënt aan de beademing te leggen. En dit is dan de uitslag van zo'n life cycle assessment. En dan zie je dat de reusable laryngoscoop veel lager scoort. Het is dan alleen de CO2-uitstoot dan de disposable. En dan zit dus ook in het schoonmaken van iets. Hè, dat speelt ook bij die koffiebekertjes. Van, ja, nee, maar een herbruikbaar koffiebekertje, dat moet dan weer in de vaatwasser. En dat is niet duurzaam. En dan helpt zo'n studie. Dat je het gewoon kan laten zien dat de impact echt op andere assen wordt gemaakt. Nou, ik ga niet heel veel voorwerpen laten zien. Maar heel, in zijn algemeenheid kan je zeggen dat die reusable producten vaak duurzamer zijn dan disposables. En wij proberen met ons onderzoek, gesponsord door ZonMW, dat dus voor al die producten op een rij te zetten. En we zoeken eigenlijk naar een manier om die data die we dan straks hebben verzameld te verspreiden en bekend te maken bij de inkopers, verkopers. Zodat we duurzame keuzes kunnen maken. Want die duurzame keuzes die zullen we moeten gaan maken. Dus de Gezondheidsraad, die vaak advies geeft over voeding, maar ook tijdens COVID continu aan de bel hing van wat we wel en niet moesten doen. Die hebben nu ook later gezegd, 2 weken terug, duurzaamheid moet je mee laten wegen in je keuzes als je producten gaat aankopen. Dat is een hele belangrijke stap. Afgelopen maandag hadden we in het Radboud een webinar over circulariteit en daar werd dit inkoopbeleid gepresenteerd. Ook weer vertaling van maatschappelijk verantwoord ondernemen, de social development goals. Die kennen jullie. Maar deze vond ik de allermooiste. Waarin dus staat weergegeven op het laagste ambitieniveau dat we niet duurzame producten gaan uitsluiten in de toekomst. Ik heb dit nog niet bij andere ziekenhuizen gezien. Ik hoor het graag als meer mensen dit hebben. Maar ik denk echt dat dit de toekomst is. En als voorbeeld, dus net een aanbesteding geweest voor koffie. Daar zijn echt op alle assen is er uiteindelijk een hele duurzame fabrikant gekozen. Tot op dat de koffie met een elektrisch karretje vanaf een centraal station naar het Radboud wordt gebracht. En de koffie, de boeren krijgen een fatsoenlijk salaris. En de apparaten die we hebben nieuw hebben gekregen, waren al 7 jaar oud. Dus ja, ik heb echt de hoop dat we dus als we straks die handschoenen moeten aanbesteden of jassen of nou, noem het maar ook welke producten, dat dat dan duurzaam zou gebeuren. En ik hoop, een deel van jullie zal hier misschien iets mee kunnen doen, dat straks in een database te zien is wat die footprint of de mate van circulariteit is van een product. Zodat we makkelijker producten kunnen vergelijken en kunnen kiezen voor de duurzaamste
opties. Dus nou, dit is de ik hoop dat we met z'n allen in actie komen, dat we voor duurzame zorg kiezen en dat we echt bewegen van het hergebruiken naar een circulaire economie in het ziekenhuis met jullie hulp.